Ja, ik denk wel dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Ik heb ook de 90 minuten volgemaakt, dus dat is altijd positief. En ja, ik denk dat ik steeds meer gewoon mijn eigen spel kan spelen, omdat ik gewoon geen last meer heb van mijn knie, zeg maar. Dus dat is gewoon positief en ik hoop het gewoon weer te kunnen laten zien nu. Qua snelheid, qua durf weer en acties maken en zo, ga ik nu zeg maar gewoon vol gas. Eerst zit je nog een beetje in je achterhoofd van ik draai nog niet echt lekker of ik kan nog niet echt voluit sprinten, waardoor dat misschien een beetje effect heeft op je spel. Maar gelukkig is dat nu helemaal eruit. Dus nu gaat het gewoon erom dat ik weer kan leveren en weer gewoon mijn eigen spel kan spelen. Dat is positief. Een speler die nadrukkelijk opviel in de wedstrijd met RKC was Jaylen Lee. De buitenspeler kon voor het eerst sinds een lange tijd 90 minuten spelen na lang blessureleed. En zo is een zware periode achter de rug. Hoe was dat herstel voor jou? Ja, de stand was natuurlijk in het begin was het mentaal ook gewoon zwaar. Maar qua fysiek is het gewoon goed verlopen. Ik heb geen terugval of iets gehad, waardoor het ook allemaal snel ging. Waardoor ik ook gewoon snel weer bij een club kon aansluiten. Alleen dan begint het echt herstel pas, omdat dan kom je weer echt in contact met spelers van jouw niveau en wedstrijden spelen, waardoor je daar pas echt eigenlijk wordt gemeten. En gelukkig na de vakantie ben ik goed teruggekomen, gewoon ook fitte. En heb ik geen pijn natuurlijk en daardoor kan ik nu gewoon weer meer mijn eigen spel spelen. Begin dit kalenderjaar maakte Jaylen Lee zijn eerste eredivisie minuten voor de Friese hoofdmacht. In de Galgenwaard tegen FC Utrecht maakte Jaylen Lee zijn debuut. Ik keek rond in het stadion en ik dacht van eindelijk weer zeg maar, omdat je hebt het natuurlijk gemist. En kom je erin en ben je natuurlijk heel gretig. Het was nog op mijn verjaardag ook, dus ja, ik maakte toen ook nog een doelpunt, alleen werd afgekeurd. Nu 1-0 achter, Nunnely! Doelpunt, maar de vlag voor buitenspelers omhoog. Bijna was daar een droomdebuut voor Jay Nunnely. En ja, het was wel echt een heel mooi moment, ook om voor Heerenveen te spelen. En ja, ik heb er echt van genoten. Nu ongeveer een half jaar later is Nunnely een vaste basiskracht. En de buitenspeler voelt zich als een vis in het water. Toch was het rustige Friesland eventjes wennen voor de geboren Almerenaar. Ik woon nog wel in de Randstad, zeg maar ik heb in mijn contract staan dat ik hier 3 à 4 keer in de week kan blijven slapen. Gewoon bij het Charter Hotel, dat is hier 5 minuten vandaan. Dus ik probeer momenten ook gewoon te pakken, omdat het is toch wel zwaar als je elke keer op en neer moet. Vooral als je 2 trainingen hebt of vroeg aanwezig moet zijn. En ja, dat probeer ik gewoon goed te regelen, dat ik ook hier blijf slapen. Maar ja, je mist de Randstad wel als je hier bent, maar ja, soms is het wel gewoon leuk om even uit je comfortzone te zijn. En dan ga je dan bijvoorbeeld met Mats even de stad in. Wat voor sommigen die zeggen ook van ja, ik kom uit de Randstad, maar dan in Heerenveen, dan ben je eigenlijk alleen maar met voetbal bezig. Hoe is dat voor jou? Ja, ik denk dat dat vooral is als je hier ook echt woont. Je komt hier en je voelt gewoon van hier is zeg maar alleen echt voetbal, gewoon als jij de Randstad komt. Want als je bijvoorbeeld in de stad gaat, ja, het is wat kleiner. Maar het is wel gewoon, ik vind het heel erg goed eigenlijk, deze omgeving. Het is voor mij als persoon ook gewoon goed dat ik gewoon lekker kan focussen op voetbal. En ja, hier is de juiste omgeving daarvoor. Inderdaad, Mats, een van je beste vrienden, dat is een beetje ontstaan bij Willem II. Hoe is dat daar ontstaan? Ja, eigenlijk zijn we op hetzelfde moment gekomen bij Willem II. Ik kreeg opeens een appje van een Duits nummer. Hij was ook in hetzelfde hotel en hij vroeg of hij met mij naar de club kon meerijden. Dus ik zei natuurlijk gewoon, kan natuurlijk. En ja, IJsland elkaar ontmoet en sindsdien eigenlijk gewoon een goede klik gehouden. Ik spreek ook een klein beetje Duits van school, dus ik vind het wel grappig om soms wat Duitse woorden te zeggen. En Mats praat nu heel goed Nederlands. Dus ja, eigenlijk altijd gewoon die connectie gehouden, omdat hij speelde toen linksbuiten, ik speelde rechtsbuiten. Dus we waren aanvalsduo en ja, nog steeds gewoon dikke vrienden. Als jullie vriendschap samen zijn, want je doet ook veel buiten het voetbal. Wat doen jullie met z'n tweeën buiten het voetbal om? Nou ja, meer gewoon, het is gewoon het contact ook op de socials. Nu woont hij natuurlijk hier dichtbij en hier woon ik veraf. Maar dan soms gaan we gewoon met z'n allen, dan ook met andere jongens gaan we dan bijvoorbeeld uit eten of iets. Dus gewoon wel teambuilding erin houden. En het is ook wel denk ik goed als je gewoon naast het voetbal ook gewoon een klik hebt met de jongens uit je team. Dat het dan zich ook kan vertalen op het veld weer. Dat je extra meters voor elkaar wil maken en ik denk dat dat gewoon goed is. We'll be right back.
kan nu ook gewoon 90 minuten spelen. Vorig seizoen kon dat niet. Puur ook omdat ik kan nu ook gewoon vrijer lopen en zo. En kan je het ook langer volhouden. Dus dat is gewoon positief. En ja, ik hoop het gewoon nu meerdere wedstrijden vol te kunnen houden. En dan moet het wel goed komen. Heb je een doelstelling voor jezelf? Ja, natuurlijk. Iedereen heeft een doelstelling. Ik heb ook mijn eigen doelstelling. De eerste doelstelling is al behaald. Dat is gewoon 90 minuten kunnen spelen. En nu ga je gewoon kijken naar dat je wil leveren in het spel. Je wil gewoon goals en assisten maken als aanvaller, denk ik. En daarvoor heb ik zelf wel doelstellingen. Dus ik probeer gewoon aan het eind van het seizoen te kijken of ik die behaald of niet.